We verspreiden ieder jaar zo'n kerstfolder. En dat doen we ook dit jaar. Alleen dit jaar gaan we even zijdelings in, zou je kunnen zeggen, op de activiteiten die rondom kerst georganiseerd worden. Ik heb het ook over kerstbomen in de folder. Ik heb het ook over kerstmarkten. Allerlei dingen die ons inziens ook niks met kerstfeest te maken hebben. Het moeilijke vind ik dat Bijbelse feesten, kerkelijke feesten, op deze manier commercieel gemaakt worden. En dat kan mijns inziens de bedoeling niet zijn. Omdat het afbreuk doet, denk ik, aan de Bijbelse boodschap. Het zijn geen evenementen, het gaat veel dieper. Alles wat in de commerciële sfeer zit, dat is horizontaal. Dat heeft met geld te maken, dat heeft met sfeer te maken. En de Bijbelse boodschap heeft met ons hart te maken en vraagt juist stilte en rust en meditatie. Ons Veluwse dorp is niet een dorp waarin men altijd luid schreeuwt wat men denkt. Maar ik weet zeker dat ik het gevoel van heel mijn gemeente vertolk. Dan praat ik over 2.500 mensen. En dat er ook buiten onze gemeente best mensen zijn die zeggen, nee, hier zitten wij op Nunspeet niet op te wachten. En dat daar zo weinig rekening mee gehouden wordt, dat vind ik weer moeilijk.